Nadat de gemeente Roosendaal deze week een hulpaanvraag van 1 miljoen euro afwees, lijkt een faillissement van RBC onafwendbaar. Maandagmiddag zal het faillissement worden aangevraagd. Maar tot die tijd is er nog een kans dat geldschieters alsnog over de brug komen. RBC-advocaat Hans van Ooyen denkt dat die kans overigens vrij gering is en dat 1 miljoen euro te weinig zal zijn voor een serieus vervolg in het betaald voetbal. Daarvoor is er volgens hem minimaal 1,6 miljoen euro nodig. En dat geld moet er dus uiterlijk maandag zijn.